Gino Moemers, 21 jaar, kom uit Tilburg, woon in Almere. Volgende club is IJsselmeervogels en positie is keeper. Ja, Gino Moemers, doelman. Ja, vorig jaar bij IJsselmeervogels. Hoe ben je verder, bij welke clubs heb je verder allemaal gespeeld? Voor IJsselmeervogels ook bij NAC gespeeld, bij RBC, bij Lommel United in België. 8 jaar bij PSV en jeugd heb ik bij Willem II en RKC gespeeld. Je bent bij IJsselmeervogels terechtgekomen en waren wat problemen met je contract? Ja, er waren wat problemen met het contract. We waren in de veronderstelling dat ik een bepaald contract had waardoor ik meteen overgeschreven kon worden. Alleen het zat iets anders in elkaar waardoor de overschrijving pas in de winterstop kon gebeuren. Waardoor je eigenlijk meteen een achterstand opliep? Ja, achteraf was het niet zo erg. Omdat ik rolde ook op het bedrijfsleven in. En dan moet je wel winnen aan een heleboel dingen. En zeker de combinatie met voetbal was best wel zwaar, een fulltime baan. Dus dan had ik mooi een halfjaartje om overal aan te winnen. En toen kon ik daarna mooi van start gaan. Wat doe je in het dagelijks leven? Ik ben accountmanager bij een IT-bedrijf. Bij IJsselmeervogels moest je dit seizoen de concurrentiestrijd aan met Patrick Sonneveld. En die verloor je uiteindelijk. Ja, er was in principe niet sprake van een concurrentiestrijd. Omdat Gert Kruijs had al bedacht dat ik niet zou gaan spelen. Het is zijn goed recht om keuzes te maken. Alleen ik was het daar niet mee eens. Ja, waardoor het uiteindelijk eigenlijk een verloren seizoen werd. Waardoor het een verloren seizoen werd, ja. Klopt. Je hebt gekozen voor Kozakken Boys. Hoe ben je tot die keuze gekomen? Hoe ben ik tot die keuze gekomen? Ik heb gesproken met Dennis, met Teus, met Kees. En ik ken Kozakken Boys natuurlijk vanuit mijn jeugd. Ik ben hier wel eens als jeugdspeler met Sigo geweest. En toen ik hier vorig seizoen speelde was de sfeer ook top. En na de gesprekken met de heren is eigenlijk de keuze best wel makkelijk. Het is best wel snel gegaan eigenlijk. Gaat de concurrentiestrijd nou aan met Jesper Hogedoorn, die hier ook nieuw is? Hoe zie je die voor je? Ik ken Jesper niet, dus dat zal moeten blijken hoe dat gaat. Ik had het met Jesper net ook al over de keepers stonden dit jaar redelijk onder druk. Ja, jij hebt dat misschien wat nauwer kunnen volgen omdat jouw club ook in de topklasse speelt. Hoe zie je die druk voor je hier bij Kozakken Boys? Als er geen druk is, dan is het eigenlijk niet leuk. Ik bedoel, er zijn superveel supporters hier. Ik denk wel een klein beetje vergelijkbaar met IJsselmeervogels. Daar was ook druk. Je moest daar elke wedstrijd winnen en je moest goed presteren. Ik vind het eigenlijk wel fijn als er wat druk op staat. Wat zijn je verwachtingen voor volgend seizoen? Mijn verwachting is dat ik gewoon een leuk seizoen tegemoet ga. Mijn verwachting is dat ik ook gewoon alle wedstrijden ga spelen. En dat we best wel hoge ogen kunnen gooien in de topklasse. Ik denk dat we gewoon een goede groep hebben. En dat er gewoon een stabiele basis is.